kaart zijn Bouw Nimbus-toren. Oversteek wordt op de kaart gezet. En NEC door naar halve finale beker. Dit is het N1-nieuws van donderdag 23 januari. Woensdag is begonnen met de bouw van Nimbus, de woontoren op de plek van het voormalige arbeidsbureau nabij het Nijmeegse station. Het complex wordt gebouwd door aannemer Slokker en moet maar liefst 75 meter hoog worden. Het gaat onderdak bieden aan 117 huishoudens en enkele bedrijven. De toren is vooral bestemd voor huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Eigenaar van het gebouw is woningcorporatie Thales. Volgens bestuurder Walter Harmes moet de toren eind 2015 klaar zijn. Het is een ambitieus en het is ook een groot bouwproject. Het is een postzegel, hè? Het is een kleine locatie. Dus wat je moet doen is op de bouwplaats technieken vinden dat je goed uit de weg kunt. Ja, ze zijn voor starters, maar ook voor ouderen, maar ook voor mensen die een bijzondere woonwens hebben. Alle voorzieningen zijn dicht bij de hand. Openbaar vervoer is dicht bij de hand. Heel veel mensen zitten te wachten als je net afgestudeerd bent of net aan het werk op een goedkope huurwoning en je wil in de buurt van de stad wonen, zodat je s'avonds op je gemak uit kunt. Maar ook oudere mensen willen graag voorzieningen dicht binnen handbereik. Ook het openbaar vervoer is dichtbij. En onze wens is altijd bij dit soort bouwprojecten dat we ook mensen met een bijzondere woonwens en een bijzondere woonvraag. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een handicap of met een beperking, verstandelijk of lichamelijk. En juist voor die mensen is het zo handig als je hier woont dat je dan ook alle voorzieningen binnen handbereik hebt. Dus wij hopen dat we die wens ook kunnen waarmaken. Ja, het is niet de bedoeling van ons om het aantal vierkante meters kantoorruimte te laten toenemen in Nijmegen. De andere kant is aan de straatkant hier woningen maken op de begane grond. Vonden wij geen juiste keuze. Het is natuurlijk ook een drukke straat. Dus hebben wij toch gezegd, daar moeten bedrijfsruimtes komen. En die bedrijfsruimtes willen we dan eigenlijk graag bestemmen voor sociale ondernemingen. Wij denken ook aan welzijnsinstellingen of zorginstellingen. En wij merken ook dat in de markt daar vraag naar is. Dat deze instellingen ook graag wat dichter bij de stad zitten. Om wat zichtbaarder te zijn en voor een breder publiek toegankelijk. Volgend jaar, medio 2015, dan kan de verhuur echt starten. De bouw is te volgen via de website nimbusnijmegen.nl. De Nederlands-Israëlitische gemeente heeft de gemeente verzocht om initiatief te nemen in het uitbreiden van het monument aan de Kitty de Wijzeplaats in de Benedenstad. Op die plek is er al een gedenkplaat, maar de NIG zou er graag nog een in brons gegoten namenlijst bij zien om zo het monument compleet te maken. Het college van BMW heeft afwijzend op dit verzoek gereageerd. De burgemeester is wel positief over het plan en is wel genegen het in ieder geval facilitair te ondersteunen. Nou, wij zijn heel erg positief over het initiatief. Dus ik hoop van ganse harte dat mensen die het verzoeken het ook voor elkaar krijgen. We bieden ook wel graag onze hulp aan. Alleen, het is goed gebruik in de afgelopen 10 jaar dat vanuit een maatschappelijk initiatief een dergelijk mooi monument, een aanvulling op het monument, tot stand komt. En we werken graag samen met de Israëlitische gemeenschap om dit te realiseren. Dus hoe mooi het initiatief ook, geen uitzondering. Nou, wij vinden het een heel erg mooi initiatief. Het past ook perfect natuurlijk bij de mooie inrichting en plaats die Kitty de Wijzeplaats toch al is. Waar we ook elk jaar 4 mei een mooie en waardige herdenking hebben. En wij bieden graag onze diensten aan de initiatiefnemers zelf. En ja, zij moeten het wel nu zelf oppakken en wij kunnen daarbij ondersteunen. En oppakken betekent ook ophoesten financieel gezien. Nou, dat hoeft niet. Dat moeten we natuurlijk nog zien. Het verzoek is nu of als gemeente hier positief tegenover staan. En daar zeggen we ja op. En we hopen dat de initiatiefnemers zich ook nu weten organiseren. En daar bieden wij graag onze hulp bij aan. En zullen we zien wat dat betekent ook in financiën. Bij veel routeplanners en navigatiesystemen ontbreekt nog altijd de nieuwe stadsbrug, de Oversteek. Hoewel de Nijmeegse brug exact 2 maanden geleden op 23 november in gebruik is genomen, ontbreekt de brug op de routeplanners van de ANWB, Routenet en Michelin. Volgens die organisatie zijn zij afhankelijk van Teleatlas, het bedrijf dat ook de kaarten voor de navigatiesystemen van TomTom maakt. De nu nog incomplete routeplanners verwijzen naar de nieuwe brug zodra de kaarten van Teleatlas zijn aangepast. Naar verwachting gebeurt dat eind februari of begin maart.
Vandaag zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het nieuw aan te leggen station Nijmegen-Goffert. Na een bomenkap en bodemsanering zal worden begonnen met de aanleg van een nieuwe fietsersbrug over de Neerbosseweg. Deze brug zal in mei worden opengesteld, waarna de aanleg van de perron zal beginnen. Het station zal naar verwachting 14 december in gebruik worden genomen. De uit Nijmegen afkomstige modeontwerpster Henriette Tilanus heeft de publieksprijs van de H&M Design Award 2014 gewonnen. Door het winnen van de prijs van de Zweedse modeketen mag ze 3 maanden stage gaan lopen bij het befaamde Londense modehuis Urdem. Tilanus is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Artes in Arnhem. Haar stijl kenmerkt zich door het gebruik van vooral handbeschilderde, zelfgebreide en geborduurde stoffen. Door de grootscheepse werkzaamheden bij Lent, die de weg vrijmaken voor een nevengul van de Waal, is een historische bunker zichtbaarder geworden dan ooit. Als een betonnen monster ligt het gevaarte momenteel eenzaam aan de Bemmelse dijk. Vanuit deze bunker hadden de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog de Waalbrug willen opblazen. Dat is niet gelukt, waarschijnlijk dankzij sabotage van de Nijmeegse verzetsman Jan van Hooft. In de film A Bridge Too Far is de woedende SS-generaal Harmel te zien, die tevergeefs opdracht geeft de brug de lucht in te laten vliegen, zodra de eerste Britse tanks te zien zijn. De opnamen hiervoor met de Duitse acteur Hardy Krüger in de hoofdrol werden niet in de oorspronkelijke bunker gemaakt, maar in de nagebouwde kazemat op het groene balkon in de benedenstad. De bunker is in 1936 door de Nederlanders gebouwd om het land tegen een Duitse aanval te beschermen. Het betonnen gevaarte is aangewezen als rijksmonument. Als zodanig krijgt het een plaats op het nieuwe Waaleiland. NEC gaat door naar de halve finales van de KNVB-beker. De Nijmeegse ploeg won woensdagavond in de kwartfinale thuis met 1-0 van FC Utrecht. Maker van het enige doelpunt van de wedstrijd was Marnik Vermeil. Door deze overwinning gaat NEC in de halve finales op 26 maart bij PEC Zwolle op bezoek. Na afloop keken NEC-trainer Anton Jansen en keeper Kalle Jonsson tevreden terug op de wedstrijd. Anton Jansen, ik vroeg jou afgelopen zondag of het leuk was om trainer van NEC te zijn of het je droombaan was. Ik denk dat het nu zo langzamerhand een retorische vraag begint te worden na deze opening van het tweede seizoenshelft. Ja. Nou, het is in ieder geval een fantastische baan. Of het nou goed of slecht gaat. Maar het mogen duidelijk zijn dat het goed gaat dat hij dan even iets leuker is. En ik denk ook nog dat je heel erg tevreden kunt zijn. Het is maar 1-0. Het had net zo goed 5-1 kunnen zijn. Ja, ik denk dat we prima gespeeld hebben en veel kansen gecreëerd. Op een hele goede manier. En het enige wat we ons kunnen verwijten is dat we de wedstrijd niet eerder beslissen. En dat we niet met meerdere goals verschil winnen. Maar we zijn uitermate tevreden op de manier waarop we gespeeld hebben. Kalle, zoveel mogelijk in Nederlands proberen. Je bent nog niet gepasseerd. Er is nog geen goal tegen jou gemaakt in de beker. En je lacht er al meteen bij. Dat moet goed voelen. Ja, natuurlijk. Het is goed voor mijn vertrouwen, denk ik. En ook voor het team. Is heel goed. Hoe trek je deze wedstrijd over de streep? Hoe kan het zo zijn dat NEC, dat in het begin heel veel tegendoelpunten kreeg, ook in het slot van de wedstrijd, nu ineens de nul kan houden? Wat is er veranderd? Ja, ik denk dat we hebben een compact team van de start of de wedstrijd, denk ik. En de beginning of het seizoen hebben we problemen te compact te houden. En zij spelen through the midfield en de verdedigers te makkelijk. En nu is het compact en hard for them to come through. Heb je een moment op de bank gezeten dat je dacht, het wordt me nu toch iets te heet onder de voet? Of heb je het vertrouwen altijd wel gehouden? We hebben altijd wel het vertrouwen gehouden. Maar ja goed, het is wel zo. De marge is klein natuurlijk, het is 1 goal. Dus als er een balletje net even verkeerd valt, dan weet je dat het anders af kan lopen. En dat was een keer met Kalle, die red. Maar voor de rest vond ik dat het prima stond achterin. En middenvallers die goed bijsloten, dus... Ik denk wel dat we controle gehouden hebben. Vooraf aan de wedstrijd raakten 3 supportersbussen van FC Utrecht op de Neerbosseweg beschadigd met stenen die door NEC-supporters werden gegooid. Ook werd er in het stadion zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor 2 stewards gewond raakten. Een van hen kreeg volgens berichtgeving van de Gelderlander 35 hechtingen in het gezicht. NEC en de supportersverenigingen nemen afstand van deze incidenten die de club in discrediet zouden brengen.
Burgemeester Hubert Bruls is blij met de uitspraken van NEC en de supportersverenigingen. Hij zegt wel teleurgesteld te zijn door het voorval dat niet op zichzelf staat. Hij wil niet langer van incident naar incident rollen en eist van de NEC-supporters onberispelijk gedrag. De politie heeft 2 aanhoudingen verricht, te weten een 22-jarige Wurtenaar en een 23-jarige man uit Beuningen. En tot zover het NE Nieuws. Zometeen nog het weerbericht en daarna kunt u kijken naar de programma's Buurten, Kerkhoort en Campus in Beeld. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Het weer in het Rijk van Nijmegen vanuit Kitty de Wijzeplaat. Vrijdag is er 's ochtends grote kans op regen, in de middag klaart het op en laat de zon zich ook zien. Het wordt 2 of 3 graden bij nauwelijks wind. Ook tijdens het weekend is er een grote kans op regen, mogelijk natte sneeuw, met een temperatuur die net boven het vriespunt uitkomt. Zondagmiddag klaart het op en wordt de wind steeds sterker. De kans op neerslag stijgt aan het begin van de week. Spreuk van de dag: wind in de nacht, water in de gracht.